er in elk geval ook heerlijk van gesmuld. Het is voor ons niet gebruikelijk tijdens een show om van tevoren aan te schuiven en de maaltijd met jullie te delen, maar we vonden dat zo ontzettend passen in de sfeer van Dia de los Muertos. We gaan jullie vanavond van alles vertellen. Er wordt wat geperformd, er komt een heel theaterstuk voorbij. Ja, we gaan jullie een hele gevarieerde reis hebben. Disclaimer, wij zijn alle drie niet van Mexicaanse origine. Wij zijn op ontdekkingsreis gegaan omdat wij gewoon enorm interesse hebben in verschillende culturele fenomenen en tradities. En wij zijn zoveel mooie dingen op onze ontdekkingsreis tegengekomen dat we die graag met jullie willen delen. Wij zijn ook ontzettend trots op dat Aura uit de keuken ons een paar keer al een goede duim omhoog heeft gegeven. Dat we tot dusver redelijk traditiegetrouw bezig zijn. Dankjewel voor nog een duimpje. Dat heeft mij ook nog wat extra dingetjes geleerd vandaag. Dus die zal ik. Ik heb het een en ander voorbereid, want ik ben. Ja, mijn naam is Lola Botter en ik ga ervoor praten. Dat is een beetje het probleem. Dus ik bereid het even voor vandaag. Dan lopen we niet al te veel uit. Nogmaals zou ik zeggen: welkom, bienvenido en fijn dat jullie er zijn. Ik wil niet alleen mijzelf voorstellen, natuurlijk, maar met name. Vandaag komen ze in andere namen naar voren. Ik stel ze gewoon even voor op mijn lakertjes. Obel Selapar en Rafael Di Vittorio. Tot straks. Dan merk ik dus dat ik. Soms moet als je iets voorbereidt, je er een beetje aan houden, want dan kom je dus gewoon al dingen tegen die ik net al gezegd heb. Maar goed, wij zijn dus een beetje verliefd geworden op specifiek deze traditie. De traditie van Dia de los Muertos, ofwel de Dag van de Doden in Mexico. Inmiddels officieel opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst. Er worden dus niet alleen gebouwen en zo in opgenomen, maar ook dit soort bijzonder grote tradities. En het is een van de oudste en tradities van een hele lange geschiedenis. Ik hoop jullie daar het een en ander over te kunnen leren vanavond. Zoals ik op mijn ontdekkingsreis ook geleerd heb. Ze zijn duizenden jaren geleden ontstaan in tradities. Onder de oorspronkelijke stammen zoals de Azteken en de Tolteken. Dus de oorspronkelijke bewoners van Mexico. En onder deze volken werd het rouw om de doden eigenlijk gezien als een vorm van disrespect. Heel anders dan wij in onze cultuur ervaren hier. En in plaats daarvan beschouwen ze eigenlijk het delen van herinneringen en het tonen van liefde als een manier om de overleden in leven te houden. En als onderdeel van de samenleving ook bij ons te houden. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk allerlei hedendaagse religieuze rieten ingeslopen en verweven geraakt met de tradities uit deze oude culturen. Onder andere de christelijke gebruiken, maar de basis is wel intact gebleven. 1 en 2 november wordt geloofd en gevierd dat de doden tijdelijk terug op aarde komen. En om de doden te helpen hun weg te vinden, worden overal altaars geplaatst. Ik moet even een stap opzij. Jullie hebben het allemaal al, denk ik, prachtig kunnen bewonderen, maar laten we het even in zijn volledigheid in ons opnemen. Voor deze altaar zijn verschillende benamingen en gewoontes, dus een beetje regio afhankelijk. Of je het nou altaar noemt, of ofrenda, of piramida de la vida, is iets voornamelijk terug in de woningen van mensen en op begraafplaatsen. Water, eten, foto's, kaars en bloemen zijn de vaste onderdelen. Ik zal specifiek de foto's even toelichten. Een hele hoop van jullie hebben gehoor gegeven aan de oproep in de omschrijving van de show vanavond om een foto mee te nemen van een overleden dierbare. De foto's op de altaren zijn een uitnodiging aan de dierbaren om voor één nacht hun weg terug te vinden naar het rijk der levenden en met ons samen deze dag te vieren.
Het water en eten dient als offer om de honger en dorst van de overledene te stillen na een lange reis vanuit de geestenwereld. De foto's, de kaarsen en de bloemen, met name goudsbloemen over ons, worden geplaatst om de weg te wijzen, zodat ze hun weg hier naartoe kunnen vinden. Voor overleden kinderen wordt vaak ook speelgoed geplaatst. Dag en nacht wordt er gefeest, naar muziek geluisterd, gedanst, gepraat, gegeten en gedronken. Nou ja, zoals ik al aangaf, dat is eigenlijk de reden dat wij ook bij jullie aangeschoven zijn vanavond, om het echt met elkaar te kunnen vieren. Een hoop regio's en plaatsen hebben daarbij hun eigen specifieke tradities. Dus de parade in Mexico-stad, het klokkengeluid en het schoonmaken van de graven bij het oude Agustijnenklooster in Mixquic. Moet even heel kijken, ik heb de uitspraak ook opgeschreven, want het is een heel goede spelling. Het zelfs weeklange festival de Calaveras in Aguascalientes, dus de geboorteplaats van kunstenaar José Guadalupe Posada. Daar kom ik later op terug. Die calaveras, Spaans voor schedels en skeletten, die spelen een hele belangrijke rol. Daar ga ik later nog veel en veel meer over vertellen. Maar goed, ik heb alweer een tijdje gepraat en ik wil ook voor een stukje show. Dus voor we overgaan op het prachtige verhaal van Maria en Pedro, wat ze al wel en Rafael voor jullie gaan vertolken. Zal ik nog even een kleine muzikale samenvatting geven van wat we ondertussen hebben ontdekt op deze reis. Los muertos.